Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem zeggende, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid van de akker. En hij antwoordde en zeide tot hen, die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld, en het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk, en het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. En de oost is de volleinding der wereld. En de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt. Alzo zal het zijn in de volleinding der wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden. En zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen. Al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid gedaan hebben. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal de wening zijn en de knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Die oren heeft om te horen, die horen. Deze gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe volgt niet alleen onmiddellijk op die van de zaaier, maar heeft ook enkele trekken daarmee gemeen. Bij de malen die het korenveld waarop wordt gezaaid en waar de vruchten rijpen, de heiland tot een sprekend beeld waarmee hij ons wil duidelijk maken hoe het in het koninkrijk der hemelen toegaat. En dan is er in de gelijkenis van de zaaier vooral één element waarmee de onzen in het bijzonder overeenkomst vertoont. Een deel van het zaad kwam daar namelijk terecht onder de doornen en op die hoek van de akker ziet men niet alleen het graan, maar ook die doornen opwassen. En die gedachte, die in de eerste gelijkenis een moment is naast de andere, de gedachte van tweeërlei vrucht op dezelfde akker, beheerst deze tweede gelijkenis geheel. Er is koren en er is onkruid. En die beide schieten naast elkaar op en groeien door elkaar heen. Maar tevens komt hier reeds het onderscheid voor de dag. Op die eerste akker zitten de doornen al in de grond, voordat de zaaier zijn korrels uitwerpt. Maar in het beeld dat de heiland ons vervolgens tekent, wordt het onkruid er pas later van buitenaf en opzettelijk ingebracht. Een ander verschil is dit. In de eerste gelijkenis verstikken de doornen het goede zaad. Ze overwoeken hen het zo geheel dat er niets van terecht komt. In onze gelijkenis groeit echter het onkruid wel op, maar zonder dat het erin slaagt het koren te verdringen. Het zijn twee verschillen die het speciale van beide verhalen nader karakteriseren. In de gelijkenis, die bekend staat als van de zaaier, maar waarin het eigenlijk gaat niet over hem die het woord brengt, maar over hen die het ontvangen, heeft Jezus willen aantonen hoe de hoorders met de boodschap van het evangelie bezig zijn en op welke wijze de harten waarin het woord neerdaalt, daarop reageren. Deze gelijkenis herhaalt zich onophoudelijk. In elke kring, onder ieder geslacht, in alle eeuw, wordt er op de prediking verschillend gereageerd. Er zijn hoorders die het evangelie vernemen,
maar het ogenblikkelijk weer vergeten. Degenen die bij de weg bezaaid zijn. En bij wie de boze het gehoorde zo weer uit het hart wegrukt. Anderen ontvangen het woord zelfs met zekere vreugde, maar in hun ergernis. Om de vervolging laten ze het weldra weer los. Degenen die op steenachtige plaatsen bezaaid zijn en bij wie geen diepte van aarde is. Weer anderen gunnen het woord der prediking geen rustige tijd tot vrucht dragen. Ze worden te veel in beslag genomen door de zorgvuldigheden des levens. Degenen die in de woorden die in de doornen bezaaid zijn en bij wie het gehoorde wordt verstikt. Maar er zijn ook bij wie de verkondiging leidt tot geloof en bekering. Degenen die in goede aarde bezaaid zijn en bij wie 100 of 60 of 30-voudige vrucht wordt gevonden. In de gelijkenis waarvan we de strekking thans willen nagaan, is het om iets anders te doen. Hier is niet een soort zaad, één soort zaad, dat op één plaats teloor gaat, maar elders op wast. Nee, hier wordt tegenover elkaar gesteld het koren en het onkruid. Het ene beginsel tegenover het andere. Hier worden we ook niet onderscheiden groepen van mensen getekend, die ieder op zijn eigen wijze zich met het woord al of niet bemoeien, want al het gestrooide zaad komt op en heel de over heel de omvang van de akker. Maar daarnaast ontwikkelt zich eveneens over de volle omvang van het zaaiveld het onkruid. Het werk van God en het werk van Satan liggen hier nevens elkaar en worstelen tegen elkaar in. En deze gelijkenis let niet op de hoorders in het bijzonder, maar heeft betrekking op de geschiedenis van het Godsrijk in het algemeen, zoals dit tot ontplooiing komt in de geschiedenis der wereld. Daarom overziet dit verhaal de eeuwen tot aan de dag van Christus wederkomst toe. We vinden hier iets waarvan in de gelijkenis van de zaaier niet gesproken wordt. Daar was het laatste dat er vruchten kwamen. Hier wordt nog verder gegaan. Hier is het slot dat er geoogst wordt. Hier wordt dus heen gewezen naar de volleinding van Christus werk, die samenvalt met het einde van de wereldhistorie. Dan wordt aan de macht van de overste deze wereld een einde gemaakt. Zonde en zondaren worden verdelgd. Ze worden verdelgd van de aarde, wie geschiedenis dan tot haar doel zal zijn gekomen. Het einde der geschiedenis, de volleinding van Christus werk. De akker is de wereld, zegt Jezus. En hij spreekt hierover de bewerking van de wereldakker, waarbij hij ons onder de aandacht brengt hoe die akker twee zaaiers ziet optreden. Tweeërlei zaad in zich opneemt, tweeërlei oost oplevert. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. En menigeen die deze gelijkenis leest, denkt aan de kerk. Dit heeft tot zonderlinge gevolgtrekkingen geleid en tot heftige discussies vaak aanleiding gegeven. U begrijpt het al wel. In de ene kerk zaait Christus zijn levend en krachtig woord, maar is ook de duivel bezig. Er bevinden zich kinderen van het koninkrijk, maar ook kinderen van de boze. En die twee groepen moeten nu maar rustig naast elkaar blijven voortleven. Gescheiden worden ze eerst op de dag van het oordeel. En het is Christus zelf
En hij alleen die zich het recht voorbehoudt om deze eindelijke scheiding aan te brengen. Dit alles is waar, zolang we uitsluitend aan mogelijke hypocrieten denken. Inderdaad, in de kerk doet ook de duivel zijn werk. Inderdaad, het is niet uitgesloten dat onder de oprecht gelovigen zich ook mengen kinderen van de boze. En voor zover wij, die immers over de harten niet vermogen te oordelen, de huichelaars niet onderkennen, blijft aan Christus alleen de beslissing die hij nemen zal in de dag der dagen. Maar daarmee heeft onze gelijkenis niets te maken. Het gaat hier niet over huichelaars die een gedaante van Gods zaligheid voorwenden, doch innerlijk en heimelijk aan de vreze Gods vreemd zijn. Want de dienstknechten van de Heer des Huizes kunnen heel goed het onkruid van het zaad onderscheiden. Ze vragen immers verwonderd: van waar dit onkruid? En ze haken daarna om het te mogen uittrekken. Dit wordt hun dan door de bezitter van de akker verboden. En wie nu bij het koninkrijk der hemelen denkt aan de kerk, vindt in deze gelijkenis een gewild wapen om alle kerkelijke tucht te bestrijden. We missen het recht, zo heet het dan, om zondaren, die we duidelijk als kinderen van de boze onderkennen, uit te werpen. We moeten na Christus eigen bevel hen ongemoeid in de kerk laten begaan. We zondigen tegen zijn uitdrukkelijk gebod als we censuur op hen zouden toepassen. Hij heeft het oordeel niet in onze handen gelegd, maar voor zichzelf gereserveerd. Censuur wordt eerst geoefend als hij weer komt op de wolken. Maar dit kan de bedoeling niet zijn, want dan zou de heiland hier lijnrechte tegenspraak zijn met zichzelf. In Matthäus 18 heeft hij immers aan de apostelen opgedragen om de sleutelen te hanteren, om te binden en te ontbinden, om de openbare zondaren die zich van hun verkeerde weg niet bekeren, te beschouwen als heidenen en tollenaars. Het koninkrijk der hemelen is niet gelijk aan de kerk, maar het is de wereld. Het is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide op zijn akker. Die mens stelt natuurlijk Christus voor en zijn akker is de wereld. Heel die wereld behoort hem toe. Over haar heeft hij alle macht, alle bevoegdheid ontvangen, evenzeer als in de hemel. En uit zijn koninkrijk, dat is uit de wereld, zal hij door zijn engelen eenmaal laten vergaderen alle ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. Het lijkt u misschien aanvechtbaar om bij het koninkrijk der hemelen te denken aan de wereld. Is ze niet veel eer het domein van de vorst der duisternis? En toch, dat koninkrijk is niet een grootheid die hoog boven ons zweeft en die eerst zal worden verwezenlijkt als de hemel op aarde neerdaalt. Het is nu al nabijgekomen. Het is midden onder ons. Het koninkrijk der hemelen is een koninkrijk op de aarde. Het breidt zich uit over alle landen en onder alle volken. Christus legt beslag op heel de wereld. Er is niets waarna hij de hand niet uitstrekt. Dat zal eens onbetwistbaar blijken. Als alles voleind is, dan bestaat het koninkrijk niet slechts de hemel, dan wordt
ook niet maar een kleiner of groter gedeelte van de wereld in behouden, maar dan neemt dat rijk heel de wereld in zich op. De heiland zegt aan het slot van de gelijkenis dan ook niet dat de rechtvaardigen pas op de oordeelsdag het koninkrijk zullen binnengaan. Hij zegt het zo, dan zullen ze in het koninkrijk binnen blinken, gelijk de zon. Dan zullen ze in het koninkrijk blinken, gelijk de zon. Dat blinken is hier op aarde nog uitgesloten. Dat wordt eerst mogelijk in de volleinding. Maar in het koninkrijk zijn kunnen we nu al, hier op aarde, in ons aardse bestaan. Maar hoe zit het dan met het toch onlogenbare feit dat deze wereld het rijk van de boze is, die immers de overste van deze wereld wordt genoemd? Het een en het ander is waar. Enerzijds zegt de schrift duidelijk dat Christus gezalfd is tot een koning, die de einde der aarde tot zijn bezitting eisen mag, die naast zijn hemelvaart alle macht over de aarde heeft ontvangen en de wereld is zijn akker. Maar anderzijds heet de duivel de overste deze wereld. Die beide gedachten vindt u ook in onze gelijkenis uitgesproken. Daar is een zaaier, Christus, die op zijn eigen akker aan de arbeid is getogen. En er is nog een andere zaaier die zich aanstelt alsof het veld van hem is. Dat is wel niet zo. Hij stelt zich alleen maar zo aan. En Christus verzwijgt niet dat de pretentie van de boze onrechtmatig is. Hij betitelt hem als zijn vijand. En hij laat hem optreden in de nacht om in het geheim zijn boze werk te doen. Jezus is dus de rechtmatige eigenaar. En hij heeft de wereld niet gekregen als een present van Satan. Hij wees die verzoeking in de woestijn af. Hij heeft haar ook niet ontvangen als een geschenk van zijn vader. Hij moest voor haar bezit strijden. Hij moest haar verwerven door zijn lijden en sterven, door zijn volstrekte gehoorzaamheid, door zijn priesterlijke bediening. Niet door een knieval voor Satan, maar door een aanval op Satan is hij geworden de Heer der wereld. In heel zijn optreden heeft hij het recht van de duivel ontkend. De akker, de wereld, behoort hem toe. Daarom gaat hij hem bewerken. Hij zaait zijn woord. Ongetwijfeld, dit doet hij niet alleen. Hij gebruikt daar zijn knechten voor. Hij zelf heeft op een slechts klein gedeelte van die aarde vertoefd. Hij is maar even buiten de grenzen van Palestina getreden, om heel de akker te bezaaien, om heel de wereld met zijn eisen bekend te maken en op de ganse aarde het evangelie te doen verkondigen. Heeft hij zijn dienaren nodig? Wil hij mensen gebruiken? En hij zond hen uit met de opdracht om aan alle creatuur het evangelie te verkondigen en over het rond der aarde zijn getuigen te zijn. Nu wordt dit in de gelijkenis niet gezegd. Het is hier de Heer des huizes zelf die zaait en zijn dienaren komen eerst voor de dag als het gezaaide al flink is opgewassen. De betekenis is wel duidelijk. Wat de predikers van het evangelie doen, dat verricht eigenlijk Christus zelf. Zij zijn gezanten van zijn wegen. Het woord dat ze brengen is de boodschap van de heiland zelf. Ze mogen niet hun eigen wijsheid, hun eigen mening,
hun eigen beschouwingen verkondigen. Ze moeten zich altijd bewust wezen dat ze voor hun prediking ontzag mogen eisen, als voor het woord van God zelf. Alleen dan geldt het, wie het voorwerp verwerpt, dan geldt wie het hen verwerpt, verwerpt hem die hen gezonden heeft. Het is hun hoge eer, maar tevens hun verantwoordelijke taak om Christus te vertegenwoordigen in de bediening van het woord en in het sacrament. En als u nu op dit ogenblik luistert, dient Christus het woord uws levens toe. Toen u gedoopt werd ge door Christus gedoopt. En als ge het avondmaal aanzit, ontvangt u van Christus het brood en de wijn. Zo is de Christus nog altijd bezig met de wereldakker. Al zit hij ook op zijn troon in de hemel. Maar er is ook een andere saaier doende op aarde. Overal. Hij slaat geen plek over waar Christus geweest is. Hij volgt de heiland op de hielen. Ook in dit opzicht is hij de slang die het zaad der vrouw grijpen wil in de verzenen. Doch hij werkt niet openlijk. Hij komt in de nacht tevoorschijn. Als de mensen slapen, dat is natuurlijk een zendenbeeldige trek. De mens die goed zaad zaaide, de zoon des mensen, slaapt nooit. Hij waakt onafgebroken over zijn akker. De heiland wil dan ook enkel aangeven dat zijn kinderen wel eens te weinig op hun hoede zijn. Maar vooral dat de duivel steeds in het geheim al arbeidt. Hij werkt altijd geniepig en achterbaks. U zult zeggen dat zijn werken anders heus wel openbaar zijn. Zeker, de resultaten van zijn arbeid treden aan het licht. Maar de kiemen, de eerste oorsprongen van het boze, liggen in het duister. Dus de duivel schuwt het daglicht. Zijn werken zijn steeds werken der duisternis. Hij is de grote nachtbraker. Hij handelt altijd bedekt. Dat weten we zelf ook wel. Stel de duivel de zonde ooit als zonde voor? Integendeel, hij hult ze altijd in het gewaad der bekoorlijkheid. Hij geeft eraan een aanlokkelijke schijn. En wat hij uitzaait, lijkt bedrieglijk veel op goede tarwe. Herinner u slechts hoe hij in het paradijs te werk ging. En zo is zijn manier van doen nog altijd. Hij is erop uit ons weg te suggereren dat hij ons ook wel geven kan wat God ons belooft, maar langs een andere weg, een veel gemakkelijker weg. Hij loochende tegenover Adam niet dat er een hogere heerlijkheid te bereiken viel, maar hij zou die heerlijkheid aan Adam deelachtig maken, juist door het eten van de verboden vrucht. Hij ontkende tegenover Christus in de woestijn niet dat de koninkrijken der wereld binnen diens bereik lagen. Maar hij zou ze aan Christus schenken, langs een veel aantrekkelijker weg dan die over Golgotha zou leiden. In de vorige gelijkenis hoorden we van de doornen, die al in de bodem neerverscholen lagen. Hier wordt het onkruid van binnenaf ingebracht. Het een mogen we even min over het hoofd zien als het andere. Het een is dit, dat alle mogelijke zonde in ons eigen hart woont. En we gaan verkeerd
Als we alles op rekening van de duivel schuiven en daarmee onze eigen verantwoordelijkheid van ons pogen af te wentelen. Maar het andere is dit, dat de zonde ligt aan de deur. We dwalen ook als we er geen rekening mee houden, dat de duivel omgaat als een briesende leeuw. Zoekende wie hij zou mogen verslinden. We houden hem veel te weinig in het oog. We weten hoe hij te werk gaat. Al roet hij in het duister, zijn listen en lagen zijn ons niet onbekend. En toch, wat letten we daar weinig op? Och, er zijn tal van dingen die er zo op het oog onschuldig uitzien. En dan vragen onze jonge mensen vooral, wat steekt daar nu voor kwaad in? Ik noem nu maar de meest voorkomende gevallen. Daar gaat dat vragen wel niet op, maar we krijgen er praktisch toch het meest mee te maken. Toneel, bioscoop, kaartspel, dans. Er schuilt toch geen kwaad in, zegt men dan. En wie het veroordeelt, laat die nu eens maar eens precies zeggen waarom het niet deugt. Laat hem het maar eens bewijzen. Maar daarmee stellen we de kwestie verkeerd. Het is niet altijd mogelijk om met concrete argumenten aan te tonen wat daar nu het verkeerde in is. Dat kan daarom soms niet gezegd worden, omdat de duivel in het verborgen werkt in de nacht. Maar als u dat weet, dat zo zijn wijze van doen is, dan begint u met op uw hoede te wezen. Het is dan immers mogelijk dat iets in het geheel niet verkeerd lijkt. Het ziet er zo onschuldig uit en het heeft veel bekoorlijks. Maar het kan een zaad van de boze inschuilen. Het kan vijandig staan tegenover het werk Gods, al schijnt het er wel mee te kunnen samengaan. Het kan een bedekte poging zijn om ons van God af te trekken en het werk van de Heiland in ons tegen te gaan. Als ons dat voor de geest staat, dan houden we op met maar steeds vragen. Wat schuilt daar nu voor kwaads in? Mijn hand is niet verkeerd en mijn oog is goed. Maar als ze mij tot een ergernis worden, tot een steen des aanstoots, dan kap ik mijn hand af en dan ruk ik mijn oog uit. En anderzijds putten we ons niet uitsluitend uit in het opstellen van een handleiding met zoveel mogelijk artikelen voor het christelijk leven. De dingen zijn vaak niet zo makkelijk af te doen als wij het ons wel eens voorstellen. Dit is het waar het op aankomt, dat we beproeven welke goede en welbehagelijke wil Gods is. En dat we op de hoogte van de tactiek des duivels heel voorzichtig en uiterst behoedzaam wandelen. Een verkeerde wereldbeschouwing, een zondige levenshouding, ze vallen niet ineens geheel getooid uit de lucht. Ze groeien uit verborgen, niet aanstaans geziene zaden. En we moeten niet pas ach en wee gaan roepen als er iets ergs openbaar wordt. We moeten leren letten op de beginselen en alles waaraan we maar vermoeden kunnen dat er een nachtelijk werk van de boze in schuilt, vindt ons tegenover zich. Satan werkt heimelijk in het verborgen.
dat zij ons een aansporing tot de natuur, tot de voortdurende bede. Verlicht ons hart dat duister is. Wil ons naar uw getuigenis doen vlieden alle kwade paan en ijverig op uw wegen gaan. De tweede zaaier komt natuurlijk niet tevoorschijn om het werk van de eerste aan te vullen of te verbeteren. Dat is niet zo nodig, want de Heer van Aker heeft zijn gehele land bezaaid. Maar de vijand werpt daar zijn eigen zaad tussendoor. Dat is een bewijs van zijn onmacht. Hij kan het goede zaad niet uitroeien. Hoe ook de Satan voedt, het zal hem nooit gelukken om de prediking van het evangelie op heel de aarde te doen verstommen. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Dat weet hij wel. En wij, en ook weet hij, dat het zaad van Christus altijd vrucht dragen zal. Dat kan hij niet verhinderen. Daarom volgt hij een andere tactiek. Hij propageert zijn eigen beginselen. Hij werpt zijn ideeën onder de mensen. Op alle gebieden is hij bezig. Want elk terrein heeft Christus beslag gelegd. In de wetenschap, in de kunst, in de handel, in de techniek, in het vermaak. Overal schuift hij zijn beginselen onder het handelen der mensen. En altijd gaat er tegen God in. Voortdurend is hij erop uit om God te verdringen. Het goede zaad moet verstikken. Alles wat uit het geloof is, moet worden tegengesproken en bestreden. En dan treft ons in de gelijkenis iets dat in de verklaring die de Heiland aan zijn discipelen ervan geeft, iets wat anders uitgelegd. In de gelijkenis heet het: de Heer van de akker zaait. In het verband met de vorige gelijkenis kan dit zaad niet anders bedoeld zijn dan het woord Gods. De duivel zaait ook. Het zijn zijn beginselen die daarmee worden aangeduid. Maar als je nu op de verklaring leest, klinkt het daar enigszins anders. Dan is het goede zaad niet het woord der prediking, maar het stelt de kinderen van het koninkrijk voor. En het onkruid is niet de valse leer van Satan, maar de kinderen van de boze. Dat schijnt niet op elkaar te kloppen. En toch is die overgang niet zo vreemd. Want beginselen worden altijd gedragen door personen. Een gedachte, een idee wil men steeds belichamen. Daar is een bepaalde beschouwing die dit tracht te loochenen. Het marxisme. Vooral in de consequentie die het bolsjewisme daaruit heeft getrokken, ontkent de waarde van de persoonlijkheid. Wie het bestaan van de geestelijke wereld ontkent, ziet de mens niet anders dan een stoffelijk mechanisme, een apparaat. Er is dan geen persoonlijk handelen, maar een gedreven worden. Een noodwendig gedreven worden door een idee dat zich ontwikkelt. Mechanisch ontwikkelt. Dan spreekt men van het goede. Maar zonder het in verband te brengen met de algoede. En van het kwade, maar zonder verband met de boze. Een persoonlijk God bestaat niet, een persoonlijk duivel evenmin.
De schrift echter legt sterke nadruk juist op de persoonlijkheid. Jezus spreekt hier over het goede en over de goede. Eén is goed, namelijk God. En zo spreekt hij niet over de boze, zonder verband met de boze. En niet over de zonde, zonder verband met de zondaar. Hoor het maar uit onze gelijkenis. Het zaad is afkomstig van de vijand. En die vijand is de duivel. En zo belichamen zich ideeën, gedachten, waarheid en leugen altijd in personen. Ze nemen steeds gestalten aan van vlees en bloed. De strijd der meningen wordt altijd gevoerd door mensen. Daarom is de worsteling zo fel. Er staat achter elke levensbeschouwing een mens die er zich over voorstelt met het volle gewicht van zijn persoonlijke overtuiging en die er desnoods zijn leven voor wil offeren. Nooit zou er een martelaar gestorven zijn voor een beginsel als dit niet zichzelf met hem had verenigd. Hier zit ook de kwestie van de verantwoordelijkheid op vast. Ieder mens neemt de een of andere mening voor zijn rekening. Hij verbindt zich ermee. Hij laat er zich moeilijk van scheiden. De nederlaag van zijn beschouwing wordt gevoeld als zijn eigen nederlaag. De overwinning van zijn opvatting is voor zijn vlees, voor zijn eigen overwinning. Maar stelt zich persoonlijk aansprakelijk. Men stelt zich persoonlijk aansprakelijk voor zijn eigen meningen. Daarom is er een rechtvaardig oordeel over mensen en een rechtvaardige straf voor mensen. Daarom zegt de schrift, houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon roven. En wie al zo overwint door te houden wat hij heeft, die zal ontvangen de kroon des levens. We moeten daarvan al meer doordrongen worden. Daardoor wordt veroordeeld alle mening die niet gedekt wordt door persoonlijke overtuiging. Uw kerk en u hebt een belijdenis, maar als u die belijdt, zonder dat zij uw persoonlijke overtuiging geworden is, dan bent u veroordeeld. En omgekeerd, als u leeft uit de wereld, maar u doet het niet volkomen, niet van ganse harte, dan leeft u niet ongeveinsd. Nu is dit hier nog mogelijk. Maar eens heeft dat uit. De verlorenen in de hel zijn één geworden met hun innigste overtuigingen. Ze willen niet anders. De gezaligden in de hemel zijn volmaakt geheiligd en leven ten volle uit het woord Gods. Dat kan er bij niemand een kloof meer zijn tussen wat we zijn en wat we zingen. En zo moet het nu al zijn. We moeten voor onze belijdenis staan met de inzet van heel onze persoonlijkheid. Dat was de kracht van de getuigenis van alle getuigen voor Christus' naam. Ze zochten nooit eigen eer en eigen gemak. Wanneer daardoor hun belijdenis zou te schande leiden, want de leden zelfs,
want dan leden ze zelf schade. En datzelfde vindt u ook bij de kinderen van de boze. De kerk telt niet alleen haar martelaren. Hij heeft soms voor zijn beginsel alles over. Daarom is de strijd op de wereld zo geweldig. Goed zaad en onkruid liggen door elkaar heen. God zondert zijn volk niet af van de wereld. Hij zet ons niet in een beschut hoekje en zaait niet in een broeikas. De kinderen van het koninkrijk komen dag aan dag en op alle gebied in aanraking met kinderen van de boze. Op de werkplaats, in het kantoor, in de handel, op de hogeschool, in de politiek en in sociale kwesties, in de nationale feesten. Altijd groeit naast u het onkruid en altijd ook vertoont het zich in de gestalte van een andere naaste die een kind is van de boze. Dat is de wereldgeschiedenis, die strijd op de akker tussen het goede zaad en het onkruid, tussen de kinderen des lichts en de kinderen der duisternis. En die worsteling is door God gewild tot aan het einde der wereld toe. 3. Dat God het zo wil, blijkt uit wat we in de derde plaats uit onze gelijkenis nog moeten nagaan. Er zijn niet enkel twee zaaiers, er is niet alleen tweeërlei zaad, maar het volgt daaruit vanzelf. Er zal aan het slot van de wereldgeschiedenis ook tweeërlei oost zijn. Wij zouden dat wel eens anders willen. De dienstknechten kwamen tot hun heer en ze waren zeer verwonderd. Hoe nu? Was er niet goed zaad aan de akker toevertrouwd? En waar komt dat onkruid dan vandaan? Een vraag die wij ook nog wel eens stellen. Christus heeft zijn woord doen uitgaan over de wereld. Ook in ons werelddeel, ook in ons land is het verkondigd. En het heeft wortel geschoten. Het is niet zonder vrucht gebleven. Maar daarnaast bespeuren we ook de beginselen van de boze. In de wereld niet alleen, maar wel soms in de harten van wie van jongs af zijn opgevoed. In de waarheid. Hoe kan dat nu? Peinzen we dan. Het antwoord luidt dat in het geheim de duivel zich niet onbetuigd heeft gelaten. Overal waar Christus voortschrijdt in zijn majesteit, overal waar hij voorspoedig rijdt op het woord zijner waarheid, volgt hem de Satan. En dan zouden wij, als die knechten van de landman, wel willen dat de boze daarin verhinderd werd en dat men er met geweld een einde aan werd gemaakt. Wat zouden we het dan veel gemakkelijker hebben? Maar hier is in deze gelijkenis, is Christus al opgekomen tegen de gedachte van de nu geschrapte uitlating in artikel 36 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis over het uitroeien van alle afgoderij en valse godsdienst met het zwaard. Het moet tezamen opgroeien tot de dag van het oordeel. En nu stemt u dan wel toe dat we daarbij niet te denken hebben aan de kerk, want daar klinkt Gods woord onvoorwaardelijk, dat we de boze uit ons midden moeten wegdoen. We moeten in het lichaam van Christus geen zweren dulden.
Het gaat hier over de wereld. Daar zal de worsteling voortduren tot de laatste dag. En dat is op de een of andere wijze goed voor de gemeente. We zouden wel eens, we zeggen wel eens, dat is verkeerd. Waarom wordt aan Satan zulke een enorme invloed gegund? Waarom kan hij ongestoord zijn gang gaan en de zielen verleiden? Sterker nog, waarom is zelfs het heilig erf niet voor hem gesloten? Want ook op die plaatsen van de wereldakker, waar de kerk geplant staat, kan hij doordringen. In Noach's ark vindt u ook een gam. In Abraham's tent heeft ook een Ismaël gewoond. Onder de apostelen zijn 11 kinderen des lichts. Maar in dat gezelschap bevindt zich eveneens een kind van de boze. Onder de velen die in oprechtheid de opbrengst van hun goederen aan de voeten der apostelen neerleggen, loopt ook een Ananias mee. En naast de zuivere belijdenis der waarheid sluipt vaak de ketterij de kerk binnen. Nee, niet dadelijk gevolgd, niet dadelijk openlijk en onbeschaamd, altijd onder het mom van de waarheid. Het begint naar duivelse aard, ook hier gemeenlijk en verborgen. Men heeft er eerst zo geen erg in, pas als het zich al tot een aanmerkelijke hoogte ontwikkeld heeft, wordt het ontdekt en de strijd is er des te feller door. Waarom moet het zo? We kunnen het niet zeggen. Er moeten ook ketterijen onder ons zijn. Dat is voor ons veelzins een raadsel. En voor dat raadsel zet ons ook de gelijkenis met betrekking tot de worsteling op de wereld, laat ze tezamen opwassen. Toch kunnen we daar wel iets van zeggen. De zaaier, Christus, is ook de maaier. Maar terwijl hij het zaaien aan ons opdraagt, laat hij het maaien verrichten door zijn engelen. En die engelen treden eerst aan het einde der historie op. Dan komt de scheiding en daarin de zuivering van de wereldakker. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden. En die zullen uit zijn koninkrijk, dat is uit de wereld, vergaderen alle ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. Ook hier weer diezelfde gedachte. Het beginsel. Dat beginselen zich altijd belichamen. Ergernissen en gedachten. En die ongerechtigheid werken. Het woord ergernis betekent zoveel als een steen die men op zijn weg vindt liggen en waartegen men zich tot vallens toe stoten kan. Laat God dan daarom de kinderen van de boze stil begaan, opdat ze ons tot een valstrik zouden zijn? Helaas, ze worden wel eens tot een strik. Ook in de gemeente komt het voor dat sommigen betoverd worden door opvattingen, door leringen van de boze. Die vinden we bij de ingang. Ze nemen die over. Ze dekken die tenslotte met hun eigen persoonlijkheid. Maar dat is niet de bedoeling. Ook Israël kende de verzoeking der Kanaanieten die men had laten overblijven in het land. Maar die mensen waren juist gespaard om Gods volk te beproeven of het voorzichtig zou wandelen. En de gelijkenis leert ons dat het verzamelen van het onkruid al nu al ook
aan de tarweschade zou berokkenen. Als er eens geen wereld was, als we eens van de wereld zouden zijn afgezonderd, weet u, wat er dan zo gemakkelijk gebeuren kon? We zijn nog niet volmaakt heilig. De zonde in ons, die in ons woont, kan zo gemakkelijk doorwerken en opschieten. Maar nu stelt God ons midden in de wereld, midden tussen een krom en verdraaid geslacht. En daar zien we de zonde in haar afzichtelijke vorm. Ze staat daar altijd voor ons als een afschrikwekkend voorbeeld. Voor de gelovigen van het kind, voor het kind des lichts, is dat zonde steeds een voortdurende waarschuwing. Pas op, pas op! Zo is de zonde, schijnbaar onschuldig in haar begin, maar hoe vreselijk in haar volleinding. Geef haar geen kans. Zo wil God ons prikkelen tot trouw en ijver. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Maar hoe zal er van volhardend sprake zijn, dat ze geen verzoeking is, tot afval? Waardoor kwam de blind geboren die tot Jezus was ziende geworden, tot zijn belijdenis dat Jezus de Zoon van God was? Omdat de fariseeën zo tegen hem tekeer trokken. Zonder hun tegenstand zou hij waarschijnlijk niet verder zijn gekomen dan de overtuiging dat die Jezus een wonderdoener was, een profeet. En hoe zijn we gekomen aan onze christelijke scholen, onze vrije universiteit, omdat er een ongelovige wetenschap was die de Christus Gods verwierp. Satan moet zich uitwerken tot de laatste toe. Dan eerst kan de overwinning op hem volkomen zijn. Wie onkruid uittrekt, als het ternauwernood even boven de grond is uitgekomen, laat het de wortels zitten en na korte tijd is het weer even ver. Maar eens komt de scheiding. Eerst wordt dan het onkruid verzameld. Het wordt in busselen gebonden en geworpen in het vuur. Dan is heel de aarde gezuiverd. Dan is heel de wereld een koninkrijk der hemelen. En Christus biedt dat rijk aan zijn vader aan. En dan zullen de rechtvaardigen blinken als de zon. Hun belijdenis blijkt dan onbetwist te zijn. Het licht, de waarheid, de klaarheid. Tweeërlei zaaier gaat uit over de wereldakker. Tweeërlei zaad schiet wortel. Welk zaad is in ons belichaamd? Wie een kind is van de boze, kan hier nog wandelen naar de lust van zijn hart. Hij wordt daarin niet belemmerd. Christus valt hem nog niet lastig en laat hem ongestoord begaan. Maar hij laat zich waarschuwen. Er is een tweeërlei oost. Een oost voor de schuur en een oost voor het vuur. Nu, op de akker, is verandering nog mogelijk. Niet in die zin dat de rijpende korenhalm ontaarden kan in onkruid. Er is geen afval der heiligen, maar wel kan door Gods genade onkruid nog worden herschapen in koren. Bekering is wel mogelijk. Door hem die de schuld van het zich openstellen voor de zaaiing van de boze verzoend en die door het geloof ons in zich implant. En zo roept ook deze gelijkenis tot bekering. De Heer van de akker is nog aan het werk. Hij nodigt zijn woord tot een leven in zijn dienst, dat rijpen zal voor de hemel. En wie hem gehoorzaamt, diens strijd is zwaar en de verzoeking is groot. Maar daardoor wordt hij geprikkeld tot volharding,
tot trouw, tot voorzichtigheid, tot wandel in het woord, tot worsteling in het gebed en tot het einde in haar hier is de heerlijkheid. We zullen blinken als de zon in het koninkrijk van onze Vader.